Lieve premier, waarom luistert niemand van de overheid naar ons? Ja, ik ben boos. Ik ben boos omdat de wijze waarop de politiek omgaat met het huisvesten van asielzoekers volledig de plank mislaat. De politiek laat de burger echt helemaal links liggen. Ik woon in een wijk met 800 bewoners. En er is zonder overleg, nauwelijks overleg, zijn er 800 asielzoekers bijgekomen. De gevolgen zijn dat het moeilijker is om je huis te verkopen. Er is veel meer geluidsoverlast, tot diep in de nacht. Ik heb helemaal niks tegen asielzoekers. Die mensen zijn van harte welkom. Ook in Zutphen. Alleen de wijze waarop de gemeente daarmee omgaat, door gelijk 800 in een wijk neer te zetten van 800, dan ga je volstrekt voorbij aan de menselijke maat. Ik vind het heel kwalijk. Hier kan ik niet tegen. Je wordt opzij gezet. Je mag even stemmen en vervolgens doet het er niet meer toe. Lieve premier, gaat u de bewoners echte inspraak geven over de grootte en de locatie van de asielopvang?